Deze film begint op een ochtend in Oostende, in de Vlaanderenstraat, vlak achter de zeedijk. Stel je deze straat voor in 1949. Het is de dag dat de Engelse schrijver J.P. Hodin de wereldberoemde schilder James Ensor bezoekt. Ensor woont hier al bijna zijn hele leven, boven zijn souvenirwinkel. Ensors trouwe bediende Gust van Ieper laat hem binnen. Hodin wil vooral het geheimzinnige schilderij zien dat al 50 jaar in Ensors atelier hangt. De intrede van Christus in Brussel in 1889. Iedereen in de kunstwereld heeft gehoord van dit schilderij, maar bijna niemand heeft het gezien. Hodin is een van de gelukkigen. Hodin wordt ontvangen door Ensor in zijn blauwe salon. Het wordt een vreemd, onwennig bezoek. James Ensor schilderde dit enorme doek toen hij 28 jaar was. Hij gebruikte een stijl die op dat moment ver vooruit liep op alle andere kunst. De hoofdpersoon, Christus op een ezeltje, is heel klein in de verte te zien. De enorme menigte die hem binnenhaalt is veel belangrijker. De hoogwaardigheidsbekleders hebben een grote eretribune met baldakijnen voor zichzelf laten bouwen. Iedereen op het schilderij lijkt volop reclame te maken voor zichzelf ten koste van de brenger van de goede boodschap. Iedereen krijgt er van langs van Ensor. De kerk, de autoriteiten, maar ook het gewone volk dat meeloopt met de massa. Fanfare doctrinaire, toujours réussi. Ofwel, wie het hardste blaast, heeft het meeste succes. Als Hodin eindelijk is uitgekeken, wil hij een gesprek beginnen. Hij probeert het ijs te breken door te zeggen welke stijlen hij in het schilderij herkend heeft. I can well understand how difficult it is to classify your art. It is surreal because of its subject matter, and that long before the surrealists. It is often symbolic in the conception of its motives and impressionistic in the handling of the paint. And it is expressionistic as a spontaneous representation of human emotions. Ensor's antwoord kan nauwelijks korter. Je laisse les impressions libres. Je n'aime pas les qualificatifs. Je mag ervan vinden wat je wilt, maar ik houd er niet van in een hokje gestopt te worden. Niet lang na dit bezoek overlijdt Ensor. Hodin is een van de laatste die hem ontmoet heeft. James Ensor, die de eindigheid van het leven tot zijn handelsmerk maakte, heeft uiteindelijk op 89-jarige leeftijd zijn gelijk gehaald.